Nummer 5. Dit product kan een goede keuze zijn om de vloer van uw aquariums te versieren en te verfraaien. Het wordt geleverd in een doos met een zak bruine technische grond. De zak is meer dan voldoende voor 9 liter water en dankzij de gemiddelde korrelgrootte is hij gemakkelijk te gebruiken voor aquascaping. Het voorziet planten onmiddellijk van de voedingsstoffen en mineralen die ze nodig hebben, als ook van kooldioxide en licht. Het heeft ook de eigenschap het water te verzachten en het zuurder te maken. De prijs van dit artikel kan worden geraadpleegd via de link in de beschrijving. Nummer 4. Dit is een set van zwarte kwartskorrels die een natuurlijke uitstraling geven aan de decoratie van uw aquarium. Eenmaal gerangschikt hebben de korrels een donkergrijze kleur en geen glans, die goed afsteekt bij planten en vissen van andere kleuren. Het heeft een fijnkorrelige consistentie, een ronde vorm en een diameter van 4 mm. Dit substraat is echter niet giftig omdat er geen carbonaten vrijkomen en het dus geschikt is voor vissen en waterplanten. Bovendien is dit aquarium substraat verkrijgbaar in 2 verschillende maten, een klein formaat van 2 kg en een groter formaat van 10 kg. Als u de prijs van dit product wilt weten, klik dan op de link in de beschrijving. Nummer 3. Dit voedingssubstraat voor aquaria onderscheidt zich door zijn filtermassa, waardoor het geschikt is voor zowel interne als externe filters. Het heeft een poreus oppervlak dat zeer efficiënt absorbeert en de installatie vergemakkelijkt van bacteriën die zich voeden met eventuele gevaarlijke elementen in het aquarium en zo het water reinigen en helderder maken. Maar dat is nog niet alles, want dit substraat speelt ook een rol bij het op peil houden van de pH-waarde en de hardheid van het water. Hij is geschikt voor zowel zoet- als zoutwater-aquaria. Bovendien heeft het door zijn bolvorm een betere dichtheid. Onderaan de videobeschrijving vindt u de link naar het product. Nummer 2. Als u niet weet welk aquariumsubstraat u moet kiezen voor uw bodemsamenstelling, vindt u misschien dit product van de hellingen van de berg Aso in Japan een goed idee. De oorsprong ervan is een met mineralen verrijkte bron die de groei stimuleert van waterplanten die moeten gedijen in een zoetwateromgeving. Bovendien kunnen wortels er gemakkelijk in doordringen om zich te voorzien van macro- en micronutriënten die hen helpen gedijen. Het heeft een lichte, poreuze en niet samendrukbare consistentie. Dit zal de nitrificerende bacteriën ertoe aanzetten snel hun kolonies te vormen om de waterkwaliteit te verbeteren. In de beschrijving vindt u de link naar dit product. Nummer 1. Om een mooi landschap voor uw vissen te creëren, zijn de vulkanische rotsen in dit pakket essentieel om een stevige en stabiele bodem te creëren. Met dit product hebt u een sterke basis als u van houten of stenen structuren houdt als achtergrond voor aquascaping. Met zijn open poriën zorgt hij voor een goede watercirculatie en bevordert hij tevens een optimale zuurstofvoorziening, zodat de planten krachtig kunnen groeien. Bovendien levert het de nodige organische voedingsstoffen voor de wortels, dankzij de nuttige bacteriën die er hun kolonies zullen plaatsen. Dit product is ook een bron van mineralen, zodat u uw planten kunt aanvullen. De korrelvorm is zeer praktisch voor het vormen van een veilige, niet gladde bedding omdat de rotsen in elkaar passen. U kunt de prijs van dit artikel zien door op de link in de beschrijving te klikken.